Wouter Jan, welkom. Jij gaat ons wat vertellen, hè, over hoe je nou eigenlijk dijkveroudering kan of moet beschrijven. Hè. We hebben heel veel verschillende beelden ook langs gezien. Dus dat is ook vast niet uitgekristalliseerd, maar hoe je het zou kunnen beschrijven, wat daar de grote lijnen in zijn en wat je misschien uit de data kunt halen. Daar ga ik een eerste. Maar daar zijn we nog niet helemaal. Nee, precies. Maar het is een verkenning, hè? Het is een verkenning die we doen. Dus, de floor is yours. Ja, dankjewel. Ik heb hier, als het goed is, geluid. Ja, dankjewel Frank. Ja, mijn naam is Wouter Jan Klerk. Ik werk bij Deltares en ik ben de afgelopen jaren ook bij de TU Delft bezig geweest met mijn promotieonderzoek. Aanstaande maandag hoop ik mijn proefschrift te verdedigen. En dat gaat onder andere over risicogestuurd beheer en onderhoud en raakt dus heel sterk aan het thema dijkveroudering. En wat ik eigenlijk in deze presentatie wil doen is laten zien van... Ja, dijkveroudering, waar gaat het nou om? Hoe kun je dat analyseren? Als je daar data over hebt, wat betekent dat? Hoe duid je dat? En wat komt erbij kijken? En het idee is uiteindelijk dat dat ons natuurlijk inzicht geeft in welke data hebben we nodig om op een goede manier dijkveroudering eigenlijk te kunnen begrijpen. Want uiteindelijk denk ik dat het daar toch vooral neerkomt. Maar dus twee doelen. Begrijpen wat en waarom dijkveroudering optreedt. Wat zijn nou de gevolgen, hè, voor de sterkte? Hè, en het tweede is eigenlijk inschatten wat we kunnen verwachten. Bijvoorbeeld om mee te nemen in faalkansanalyses. Hoe gaan we daarmee om, hè, met risicogestuurd beheer en onderhoud? Hieronder staan eigenlijk de drie onderzoeken waar ik dit met name op baseer. Frank die introduceerde het alvast. Dank daarvoor. Een deel van mijn promotieonderzoek waarin we hebben gekeken naar de nauwkeurigheid en de consistentie van dijkinspecties. Dus waar meerdere inspecteurs dezelfde stukken dijk hebben geïnspecteerd. Onder andere de steenbekleding uit het derde filmpje. Dus daar kom ik straks nog even op terug. Het tweede is eigenlijk wat we bij TU Delft doen ten aanzien van de nationale dataset. Wat voor analyse we daarmee kunnen doen of proberen te doen. En het derde is het afstudeerwerk van een afstudeerder van mij, Niels van de Vecht. Die heeft gekeken eigenlijk naar de impact van dijkveroudering. Dus met een eindige elementenmodel gekeken van, als we nou verschillende schades modelleren, wat voor invloed heeft dat nou uiteindelijk op vervormingen en op het dynamische gedrag van zo'n bekleding? Als eerste, wat is nou dijkveroudering en hoe beschrijven we dat? En gebruikelijk in de literatuur wordt er eigenlijk onderscheid gemaakt in twee soorten onderliggende processen. Het eerste zijn schokgebaseerde processen, dus er gebeurt iets, hè? Algemeen een aardbeving, maar kan ook een storm zijn. Of misschien een bever die zich in een bepaald gebied vestigt. En die leiden tot een plotselinge afname van de sterkte. En het tweede zijn eigenlijk continue processen. En daarbij is de afname veel geleidelijker. Minder van de hak op de tak, om het zo maar te zeggen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de materiaalveroudering van asfalt, waterbouw asfaltbeton. Of kruindaling, door gewoon kruipen van de grond bijvoorbeeld. En wat je ook kunt zien is dat soms dan het gedrag van zo'n proces, kunnen hele kleine gebeurtenissen zijn, dan lijkt dat eigenlijk wel een beetje op elkaar, hè, wat je hier ziet bij die scheepsgolven. En in de praktijk is dit natuurlijk allemaal best wel, dan denk je nou, dat is nogal overzichtelijk, maar het kan ook een mix zijn van processen. Ze kunnen interacteren en wat we net bij het hazenpad hebben gezien, de snelheid is ook niet per se constant. En dat maakt het natuurlijk een complex geheel. Dit schema is een eerste aanzet om dat proces, om die processen een beetje te structureren. Dus wat speelt er nou een rol bij dijkveroudering? We hebben eigenlijk invloeden van buitenaf, hebben we al voorbeelden van gezien. We hebben eigenschappen van de kering, denk aan de oriëntatie en de taluthelling. En die veroorzaken, die zetten bepaalde processen in gang. En dat uit zich in schadebeelden. En die kunnen heel dicht bij elkaar liggen. Maar dat kan ook, die kunnen ook los van elkaar staan. En verschillende processen kunnen dezelfde schadebeelden veroorzaken. Wat Wim Cornelissen net noemde, dat kan vervolgens ook weer eigenlijk het proces gaan versnellen van zichzelf. En uiteindelijk, waar het ons uiteindelijk om te doen is onze waterkering veilig en sterk genoeg? En hoe beïnvloedt die veroudering dan uiteindelijk de sterkte? Dus hier een paar voorbeelden van die invloeden van buitenaf. Meer scheuren door een neerslagtekort. Oriëntatie op het zuiden zorgt voor een snelle verdroging van de toplaag en daardoor sneller problemen met je grasmat in drogere periodes. En wanneer je kijkt naar oorzaken en schadebeelden, er werd eerder al genoemd over barbecueplaatsen en vissers. En dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van.
Hè, het losraken van stenen. Dus de oorzaak en het schadebeeld, hè, dat is niet per se één op één aan elkaar te relateren. Zeker niet als je kijkt naar de uiteindelijke impact daarvan. Dus we hebben een oorzaak, dat is het onderliggende proces, de visser of golfslag of andersoortige processen. Het schadebeeld, de steen ontbreekt, wat we hier bovenaan zien. En hetzelfde schadebeeld blijkt niet altijd hetzelfde te betekenen voor de kering. Hè, dit is een voorbeeld uit het afstudeeronderzoek van Niels, van de Vecht. Wat je hier ziet is eigenlijk een ontbrekende steen. Dat heeft hij gesimuleerd. Dus hier zit die ontbrekende steen. En eigenlijk daaromheen is helemaal niks te zien. Die bekleding is verder. Daar gebeurt eigenlijk niet of nauwelijks iets mee. In dit geval heeft hij gekeken naar het gevolg van uitspoeling. Dus de klemming tussen de stenen vermindert. En dan zijn al die rode stenen zijn aan het eind van de storm eruit geslagen. Dus wanneer je dit waarneemt in het veld, is er eigenlijk veel meer aan de hand dan wanneer je dit waarneemt. En dat laat zien dat veroudering is complexer dan schadebeelden registreren. We moeten echt begrijpen wat er aan de hand is. Nou, schade kan ook tot meer schade leiden. Een voorbeeld daarvan is de vervorming van een teenschot. Dat is iets wat vaak nog een beetje, misschien wel een beetje onder de radar blijft. Dat geeft de bekleding meer ruimte, waardoor de stenen eigenlijk kunnen gaan schuiven. En meer ruimte komt, meer uitspoeling, de bekleding kan gaan kammen. En vervolgens, als je die vervormingen krijgt, kunnen stenen weer losraken. Dus er zit als het ware een opeenvolging in die schadebeelden. En dat is iets wat we misschien met data zouden kunnen begrijpen. Maar ja, wat zou je daar dan bijvoorbeeld uit kunnen halen? Vragen, komt spoorvorming vaker voor bij bevolkingskernen? Is veel verkeer. Op welke locatie zit de meeste graverij? Hoe snel ontwikkelt schade zich? Welke schadebeelden volgen elkaar op? Nou, dat zijn allemaal vragen die je er in theorie uit zou kunnen halen. Maar, lukt dat ook? Hier is een voorbeeld. Dus wat we hier eigenlijk in allebei de gevallen hebben vergeleken, is van graverij, komt dat nou vaker of minder vaak voor in bebouwd versus onbebouwd gebied? Nou, hier zie je eigenlijk de kans dat er in een jaar schade ontstaat. Ik heb de getallen eens even weggehaald. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat inderdaad graverij dan veel vaker voorkomt in onbebouwd gebied. Dat is iets wat je intuïtief ook wel zou verwachten. Maar datzelfde geldt voor spoorvormingen. Dat is misschien wat minder intuïtief. Ik ben benieuwd, misschien kunnen mensen in de chat daar hypotheses voor opwerpen, waarom dat zou kunnen zijn. Nou, dit hebben we gedaan op basis van de gegevens van één waterschap. Maar op basis van de landelijke dataset hebben we eigenlijk naar hetzelfde gekeken. En wat je hier ziet, is eigenlijk, wat is nou de kans dat op een dijkvak van 500 meter, in de tijd, na 3 jaar bijvoorbeeld, nog geen graverij is opgetreden. En wat je dan ziet, is dat je toch duidelijk ziet, je ziet die sprongetjes, dat zijn de halfjaarlijkse en jaarlijkse inspecties. En wat je eigenlijk ziet, is dat die lijntjes uit elkaar gaan lopen. Dus we kunnen echt zeggen dat er in het buitengebied meer kans is op graverij. Nou, dat zou je ook verwachten. Maar allicht zijn er op basis van deze data dingen te vinden die we niet per se verwachten. Frank noemde het al even. Is die inspectiedata, wat zien we nou eigenlijk bij een inspectie? En is die data betrouwbaar genoeg? Dat is een belangrijke vraag bij het analyseren van dit soort data. Het voordeel als je veel data hebt, is dan kun je min of meer een beetje door de ruis heen kijken. Er zit een heleboel ruis in, maar je krijgt zoveel binnen dat je uiteindelijk alsnog de patronen herkent. Maar ja, het moet wel enige betrouwbaarheid hebben. Nou, in maart 2020 heb ik samen met Jaap en Wim Cornelis ook, hebben we een proef uitgevoerd bij Waterschap Rivierenland op 4 dijkvakken, onder andere de steenbekleding uit het derde filmpje. En daar hebben we eigenlijk gekeken naar 2 dingen. Hoeveel zien de inspecteurs, de 24 inspecteurs die daar een inspectie hebben gedaan? En hoe consistent rapporteren ze de schades? Dus hier onderin zie je eigenlijk hoeveel ze zien. Nou, dan zie je eigenlijk op dijkvakniveau, dat zijn de blauwe balkjes, dan zien ze best wel de graverij. Nou, daar worden wel aardig wat meldingen van gemaakt. En je ziet ook dat die basaltzetting, is ontzettend lastig om die te inspecteren. Omdat er heel veel aan de hand is. En dan zie je eigenlijk dat inspecteurs misschien wel een beetje niet meer zo goed weten wat ze nou precies moeten vastleggen. Te veel informatie krijgen, te veel informatie moeten invoeren. Dus dat zijn belangrijke achtergronden bij dit soort data. En wat je ziet bij de consistentie is eigenlijk dat de punten die
een ernst van slecht hadden in de digigids, dat daar uiteindelijk maar minder dan de helft ook daadwerkelijk als slecht is gemeld. En dat is natuurlijk voor het analyseren van deze data kan dat wel een probleem vormen. Voor als je daar gebruik van wil maken, van die inschatting. Nou, tot slot, de wijze van registreren is ook belangrijk. In de data-analyse heb je altijd true positives, er is iets aan de hand en we hebben het gemeld. False positives, het is gemeld, maar er is eigenlijk niks aan de hand. Dat gebeurt bij dit soort data niet zo vaak. False negatives, er is iets, maar we hebben het niet gemeld. Nou, eigenlijk wil je die alle vier in beeld hebben. Maar uiteindelijk krijg je alleen de true positives en de false positives. En je weet nog niet welke wat is. Ja. Wat we ook, en dat zag je net al in het tijdsgrafiekje, hebben. We hebben maar hele spaarzame momenten in de tijd dat we zien wat er gebeurt. Dus de vraag wanneer is een schade ontstaan? Ja, als je een jaar ertussen hebt zitten, dan is het ergens in dat jaar geweest. En is er wel een reparatie uitgevoerd of is het eigenlijk een oud punt? En wordt er wel altijd gerepareerd? Dus eigenlijk is dit de data die we hebben. Maar als je het echt helemaal zou observeren, dan zou je dit zien. Schades ontstaan in de tijd of ontwikkelen zich in de tijd. Kort voor de inspectie, lang voor de inspectie. We hebben er eens een keer een gemist. En ja, die dynamiek, om dat eruit te halen, dat vereist best wel veel van je gegevens. En een interessante in de praktijk, bij die veldproef, dus hebben we een referentiesituatie opgenomen. Eigenlijk die dijkvakken heel grondig geïnspecteerd. Er zijn 9 inspectierondes geweest. Toen nog 5 een paar dagen later. En er was ineens dit punt aanwezig. En die hadden we daarvoor, was die helemaal niet gezien. En uiteindelijk hebben we vast kunnen stellen, er is ook nog met een drone overheen gevlogen, dat die ergens op dit rode streepje is ontstaan. Nou, dat laat zien. Er zijn in totaal wel misschien wel 16 inspecties geweest in nog geen 2 weken tijd. En van de ene op de andere dag is er zo'n graafschade aanwezig. Nou, in principe is dit natuurlijk een kleine schade, maar het laat zien wat voor dynamiek we mee te maken hebben en op welke tijdschalen dat kan spelen. Nou, samenvattend, dijkveroudering is een complex proces. Verschillende factoren die elkaar beïnvloeden. We hebben daar beperkt begrip van en data kan absoluut helpen om daar meer begrip van te krijgen, zodat we ook beter kunnen voorspellen van wat er gebeurt en wat belangrijke aandachtspunten zijn in inspecties, in beheer en onderhoud. En uiteindelijk heeft data altijd beperkingen. Nou, ik heb er een aantal laten zien. En ik denk, vanuit de wetenschap richting de praktijk, is denk ik de vraag die we moeten beantwoorden, van waar zit nou het optimum? Dat we niet een heleboel data gaan inwinnen waar we misschien niet direct nut van hebben, maar wel zoveel dat we ook, die 1 plus 1 is 3, waar Frank het over had, dat we die uit onze inspectiegegevens kunnen halen. Nou, dat was het. Dank jullie wel.